DNA-element, klasse. Um, um, verschillende elementen, waaronder ook, ja, er zitten er verschillende elementen in, waaronder ook terug ons basis-entertainment dat we bij show hebben gezien. Basis-entertainment. Toegankelijk, gratis, betalend, outdoor, indoor, openbaar, privaat en dus ook basis entertainment. Ik denk dat we hier het voorbeeldje hebben, ook terug ingevuld in ons tabelletje, in een volgorde waar we dus basis entertainment op het eind zetten, omdat je het zo ook wel uitspreekt. I Love Ticno is een publiek toegankelijk. Dus hoe is de toegankelijkheid? Het is gratis, betalend, betalend, is het outdoor, indoor, openbaar, privaat, indoor dancefestival. De MIA's zijn zakelijk toegankelijk, gratis, indoor, award-uitreiking. België, Australië, publiek toegankelijk, betalend, outdoor, outdoor sport, voetbal. Um, Soulfest is een. ik ben hier even aan het kijken. Soulfest is een publiek toegankelijk, gratis, op openbaar domein doorgaand, buurt, buurtstraatfeest. Lady Gaga, publiek toegankelijk, betalend, indoor, muziekoptreden. Dat zijn dus de elementen klasse. En we zien dus dat hier ons basis, de, de sub-DNA-elementen van klasse, sorry, ik was even niet mee. Met dus daar ook dus ons basis entertainment-show terug in. Dat we, dat we dus bij show hebben gezien. Dus bij entertainment, dancefestival, Award uitreiking sport. Een buurtstraatfeest, muziek optreden. Dat we hier met al die andere elementen goed kunnen spelen, betalend, gratis, indoor, outdoor. Denk aan bijvoorbeeld de Laundry Day, die op een bepaald moment van Laundry Day een Laundry Night heeft gemaakt, en dus. Indoor is gegaan naar het Sportpaleis of, of Lotto Arena. Ik weet ik denk dat Lotto Arena was. Je kunt daarmee spelen natuurlijk. Met die Oud Awakenings ook in Nederland. Dus van indoor events naar een outdoor festival gegaan. Succesvol die stap gezet. Um, um, Laundry Day nog meer natuurlijk. Die ook van gratis naar betalen is gegaan op een bepaald moment. Um, um, je kunt ook die. die, die verschillende, uh, Je kunt zakelijk en publiek hebben die gemengd is. Denk maar aan alle VIP-behandelingen. Uh, ik denk dat, dat ik zo dadelijk nog zo eentje ga hebben, denk ik, een voorbeeld daarvan. Uh, de VIP, uh, uh, de hospitalities, uh, waar je dus gaat uh, uh, klanten ontvangen, uh, Telenet uh, uh, die klanten uitnodigt op een optreden van uh, Madonna of Lady Gaga, of zo verder en zo verder. Daar kunnen we allemaal mee spelen, natuurlijk. Dat, dat, dat voelen we sowieso aan. Maar ook hier in je basisentertainment kun je spelen en kun je dus extra waarden gaan toevoegen. Dus kun je daar een standaardwaarde hebben. Ik heb een, een, uh, een, een uh, dansfestival. En dan merk je dat, of ik heb een muziekfestival. En dan, dan kun je daar ook. Kijken of je dat niet kunt gaan uitbreiden. Kun je daar geen comedy toevoegen? Kun je daar geen university aan toevoegen? Um, kun je daar geen uh, bioscoop aan toevoegen? Kun je, daar niet, um, kun je in feite dat basisentertainment niet gaan uitbreiden? Trouwens, I Love Techno is succesvol. Waarom? Omdat we twee basisentertainment-elementen um, hebben verbonden. Namelijk een rockoptreden, wat altijd in de vooruit waren altijd rockoptredens, met... DJ's die normaal in een club optreden. En we hebben die twee elementen, basis entertainment elementen, samengevoegd. En we hadden um, uh, I Love Techno, het succesverhaal van I Love Techno. techno was begonnen. Wat heeft um, um, Tomorrowland gedaan? Wel, ze hebben natuurlijk Dance Festival, de basis entertainment, dance gemengd met basis entertainment, pretpark. Een pretpark waardoor je dus terug een. Door die kruisbestuiving krijg je een nieuw soort van evenement. Waar er dus heel veel standaardwaarde is. Dansfestival, standaardwaarde is uh, een pretpark. Wel, als we die twee gaan samenvoegen, dan krijgen we dus een extra waarde. Niet alleen extra DNA-waarde, maar krijgen we ook een extra storytelling-waarde natuurlijk. In het geval van. Uh, tomorrowland. Kijk ook even naar Lowlands. Uh, uh, bij Lowlands kun je bijna zeggen: het festival in Nederland, en ja, er is ook nog muziek. <laughs> uh. Uh, dat is geen muziekfestival niet meer. Hier heb je echt wel comedy, film, kunst, literatuur, university, agenda, straattheater, uh, school of life, theater en dans. Ongelooflijk natuurlijk wat je daar allemaal hebt. Hè. Je hebt ook muziek, je hebt ook triggerfinger, maar je hebt hier university en je hebt hier, uh, um, ja, hier niet direct, maar je hebt ook nog uh, literatuur, kunsten. Sterk natuurlijk, waar het DNA-element klasse in zijn basis-entertainment, hoe je dat kunt gaan uitbreiden. En zie hier ook natuurlijk: Red Bull, sowieso al Masters in Marketing, die een event gaan maken waar Bach, waar dus klassieke muziek, meets breakdance in het Koninklijk Circus in Brussel. Sold out events zijn dat. Waar je dus ziet dat je twee klassen succesvol gaat verbinden in flying Bach, Red Bull Flying Bach. Of um, um, Werchter, die toch op veel momenten een trendsetter is geweest, nu misschien ietsje minder, maar toch zeker is geweest. Um, een museum meets een muziekfestival. Hè? Zie je hier dus een museum op een festival. Ik heb dat trouwens uit het boek gehaald: Rock Werchter van Jan Delvaux. Een fantastisch boek, zeker het lezen waard met heel veel tips en weetjes over. Uh, Werchter, maar ook over festivals in het algemeen. Rock Werchter, sinds 1975. Dat zegt toch al wat, dat bestaat al 40 jaar, dat festival. En is echt wel een van de grondleggers geweest in België. En een van de trendsetters geweest, zelfs op mondiaal vlak. Voilà. Een museum op een festival. Dus daar heb je uh, een museum, meets, een muziekfestival, ook nu natuurlijk nog altijd met Arne Kinze die uh, um, op Wester installaties zet, Arne Kinze die ook die brug heeft gezet natuurlijk, op Tomorrowland. Voor zover klasse. Met klassen kun je spelen, zeker binnen... Denk eens na over basisentertainment. Echt wel interessant om daarover na te denken of je het niet kunt uitbreiden. Denk bijvoorbeeld aan, ook aan de Rode Duivels. Die hebben een voetbalmatch. En wat hebben die gedaan? In, op, in het Koning Stadium hebben ze daar op een bepaald moment optredens aan toegevoegd van School is Cool en dan van Stromae. Waardoor ze uh, voetbal... De basis-entertainment-sportwedstrijd of voetbalwedstrijd gaan uitbreiden naar een muziekoptreden. En dat zorgt voor heel veel extra aandacht. Hè. Dat heeft de pers teruggehaald, Stromae, op... Uh, dat was nog niet zo bekend zoals nu, maar kom... Stromae uh, speelt uh, voor de Rode Duivels en zo verder... Uh, School is school. Dus je ziet zo een samenbrengen van basisentertainment, eh, dat dat echt wel kan boeiende resultaten eh, opleveren. Een Amsterdam Dance Event, ook zoiets waar men dus eh, een stad heeft die helemaal wordt ingenomen, waar men ook een universiteit heeft, waar men een soort congresconferences eh, mengt met, eh, met, eh, met feesten enzovoort. Dus... Eh, Basis entertainment. Uh, interessant om over na te denken. Naast natuurlijk al deze elementen. Ook uh, in het boek vind je wel nog een aantal voorbeelden daarvan. En dan komen we bij Event Tool. We hebben nog de twee laatste um, elementen. Dus Event Tool en management partners. Um, waar we eigenlijk minder waarde kunnen aan toevoegen um, voor de. Eventbelever, eventdoel, misschien zou je hier kunnen zeggen van een benefiet. Heeft dat een extra waarde, maar je moet toch wel wat oppassen. Je zou niet de eerste benefiet organiseren om de schulden van een benefiet te gaan dempen. Mensen komen niet omdat het een benefiet is. Mensen komen omdat ze op een of andere manier verbonden zijn en betrokken zijn. Dus als het een benefiet is die gaat over iets wat ons allemaal aangaat en waar we persoonlijk bij betrokken zijn. Dan zullen mensen komen, maar de benefit op zich is niet voldoende. Je moet benefit echt wel weten te verpakken. Laten we zeggen dat dat jouw eventtool is. Als je natuurlijk zegt: Mijn eventtool is veel winst maken. Daar heeft natuurlijk de eventbelever niks aan. Dan moet je niet direct door je conceptreflexer gaan jagen. Nogmaals, conceptreflexer. Dus reflecteer constant op je concept. Concepten stel constant die vraag naar meerwaarde. Wel, een benefit geeft niet echt een meerwaarde, of er zullen geen mensen, als het geen goede entertainment-invulling heeft, als de rest niet goed zit van plaats, tijd, eh, entertainment, dan zou het wel eens kunnen zijn dat jouw benefit eh, mislukt. In België hebben we natuurlijk een voorbeeld van een game shifter, een game changer, namelijk eh, eh, Studio Brussel met Music for Life, die. Uh, het uh, de klasse, want het is natuurlijk ook een beetje een klassenbenfiet. Uh, uh, de event tool zit dan zit dan, uh, uh, is dan tegelijkertijd ook de klasse Benefiet, die dat gewoon heeft weten te herdenken. Hè. Uh, ze hebben daar uh, um, op een bepaald moment waar normaal benefiet iets is, waar je vanuit een schuldgevoel bijna iets gaat geven, um, we geven we hier met plezier aan die mensen die in de glazen kooi zitten. Um, ze hebben het dan nog eens doordacht, waar we eerst moesten, eerst uh, bepaalde zij het. Uh, de, de benefieten, van we do, we do give a shit, of het waren aidswezen of malaria-slachtoffers uh, enzovoort. Op een bepaald moment hebben ze dat volledig losgelaten. Ze hebben gezegd van, jullie kunnen zelf... Um, het doel kiezen waarvoor jullie geld inzamelen. Fantastisch is dat. Hè? Ik denk echt wel een game shifter om u tegen te zeggen: Tomorrowland is een game shifter, maar Music for Life is zeker ook een game shifter geweest voor benefit en binnen de eventwereld. En zo komen we bij het laatste DNA-element uh, management, waar we het eigen management hebben en dan de sponsors en de partners met wie je kan samenwerken. Eigen management, wat bedoel ik daarmee? Uh, uh, is wie organiseert echt het evenement? Op zich heeft dat niet zoveel waarde natuurlijk. Hè. Uh, we hebben een standaardwaarde. Kijk hier even, we hebben hier Tomorrowland, Presents. Wel, we weten dat dat effectief uh, een. Uh, een een waarde toevoegt aan het event. Maar um, van Dimitri Vegas en Like Mike, je weet dat die, een, uh, uh, dat die staan voor kwaliteit, en kwalitatieve productie. Zeker een kwalitatieve productie. Dan zie je hier ook nog Live Nation staan. Wel, als je hier natuurlijk Tomorrowland en Live Nation ziet staan, dan weet je wel dat je te maken hebt uh, met, uh, met kwalitatieve organisatoren. Dus met een kwalitatief management. Maar. Eigenlijk is de extra waarde voor de eventbelever eerder uitzonderlijk. Live Nation, Greenhouse Talent, Tomorrowland, IDT, dat zijn natuurlijk allemaal gevestigde waarden uh, die garant staan voor, uh, voor, uh, voor goede kwalitatieve evenementen. En dan mag je dat zeker vermelden op, uh, binnen je communicatie. Hè. Het, is een, het is een kwaliteitslabel die daarop staat, maar. De waarde is natuurlijk niet zo groot. Maar hoewel, Tomorrowland heeft toch wel een grote waarde als organisator. Maar kom, en dan hebben we naast uh, het eigen management we hebben ook nog de partners en de sponsors. En daar is het belangrijk, denk ik, dat je zoekt naar win-win-win situaties. Sowieso moeten de, sponsor, de, sp de, sponsors, de sponsors en de partners die je erin betrekt op een of andere manier ergens. Toch wel, uh, die waarden moeten wel wat kloppen natuurlijk met de waarden die je zelf gaat uitstralen met je evenement. Dus het mag niet vloeken, op zijn minst niet vloeken met de waarden. Neem nu eens een of andere politieke partij, verbinden aan een evenement. Uh, dat zou vreemd zijn natuurlijk, zeker als er geen politieke boodschap uh, binnen het uh, laundry day met een of andere politieke partij, dat zou natuurlijk niet kunnen. Uh, dat zou uh, heel vreemd zijn. Dus bij het zoeken van sponsors en zoek daar ook, uh, zoals ik net zei, naar win-win-win. Branded Utility is daar een mooi voorbeeld van, waar je dus ervoor zorgt dat je merk iets... Meer biedt beat op het event, zoals hier, die Lakeside op Best Kept Secret, of zelfs hier, dus Jack Daniels. Uh, die stonden, uh, uh, die staan nu op verschillende evenementen met uh, uh, op, op verschillende evenementen met een Jack Daniels. waar heb ik het nog gezien? Ik denk op uh, couleur café, denk ik zou het. Ik ben het niet zeker, maar kom. Dus die staan hier en daar natuurlijk met een barcafé. Dat kan een meerwaarde zijn. Een win voor de manager. Eventmanager, een win voor de, um, voor de sponsor en een win voor de eventbelever, want die krijgt ook meer waarde. Dat bedoel ik met die win-win-win situatie die je hebt. Of neem een app, je kunt dus een app hebben. Hier is nu specifiek een app natuurlijk van de morgen, de morgen die een app maakt, festival push uh, uh, of een de morgen, uh, of nog beter natuurlijk als je afspreekt met hier, Proximus, die uh, een app maakt voor, voor, rond jouw event. Hè. Dat is een win voor de sponsor, die toegang heeft tot jouw community. Een win voor de event manager, want het kost minder geld, hij moet zelf geen uh, app maken. En een win natuurlijk voor de eventbelever, want die heeft tenminste een app. Hier hebben we nog een aantal voorbeelden: Laundry Day, waar dan Schipulair de sponsor is. Pinkpop, waar Douwe Egberts uh, de sponsor is. Uh, Ping-pop app wordt gepresenteerd door Noel Egberts. Een niet-storende aanwezigheid van sponsors. Integendeel, het is een meerwaarde-branded utility. Dus dat betekent in feite dat, dat er iets nuttigs wordt gedaan vanuit het merk, iets nuttigs wordt aangeboden. Neem hier uh, Red Bull Electropedia. Red Bull, heel sterk natuurlijk met Electropedia, die inspeelt op heel die elektronische danswereld, uh, um, elektronische muziekdanswereld, en dan daar ook awards aan verbindt. Ik ben hier die kussende man. En dat is Bernard Dobbeleer. Iemand van de Radio ventje, Een goede vriend. En iemand die ik enorm respecteer. Uh, die je nu wordt had gewonnen. En uh, dan moet je natuurlijk. Als iemand een award wint, dan moet je die kussen. <laughs> dus bij deze Red Bull Electropedia, ook aanwezig op evenementen met een stage. Als je kijkt naar Doer, was Red Bull daar ook aanwezig. Dat is al geen kleine stage meer. tegendeel, dat was waarschijnlijk de grootste stage van het uh, festival um, um, op, uh, op Doer. Hè? Waarschijnlijk groter dan een main stage. Dus je ziet win-win-win situaties. Denk zo. Uh, als je. Uh, de dag van vandaag naar een sponsor toe gaat, dan moet je meer kunnen bieden dan een vermelding op de affiche, of een vermelding op de flyer, of een banner op het festival. Dat is zo oldschool denken. Uh, je moet kijken of je iets kan bieden aan die sponsor, wat een meerwaarde heeft voor zijn eigen merk. Dat moet je doen. Nog een, een mooi voorbeeld van Branded Utility: in 2015 was er de seizoensfinale van thuis. Wel, daar heeft Samsung ervoor gezorgd dat het kan beleefd worden op. Ik denk dat het Samsung was, je ziet wel de stoeltjes daar staan. Dat het kan beleefd worden op Rock Werchter. Branded utility. Je ziet die. Partners die je daarin kiest, hè, dat gaat dus over management. Ik steek daar die sponsors in, omdat die daar op een of andere manier ook verbonden worden, natuurlijk. Die moeten verbonden worden, die moeten meegenomen worden in het organiseren. Of dus in, in, laten we zeggen, in het zoeken naar meerwaarde in de organisatie van jouw evenement. Dat zijn sponsors de dag van vandaag. En als je. Marketing manager bent en er komt van een bedrijf en er komt nog een event af met een eventmap waar ze een formule voorstellen van vermelding op de flyer. Uh, ja, dan gooi je dat best in de vuilbak. Pas op, vermelding op de flyer kan nog, maar dat heeft echt geen meerwaarde, dat heeft echt niks. Niks van uh, meerwaarde. Dit is belangrijk. Dit, dit is voor een sponsor interessant. Hier staat de sponsor, hier vermeld. Nu niet zo duidelijk op die foto, maar op andere wel. Ik had misschien beter een andere foto genomen. En dat wordt opgenomen door Studio Brussel. Dus zie je, de sponsor wordt meegenomen in je communicatie. Daar wordt hij ook beter van. En die mensen zijn hier blij dat ze in zo'n stoeltje kunnen zitten. En dat heeft ook een meerwaarde. En ze zijn blij dat ze kunnen kijken naar de finale van thuis. Win-win-win. Een andere win-win-win is wat ING uh, doet uh, in de zomer van 2015. Waar je kon registreren. en waar je dan kon parking plaatsen. Uh, krijgen of je lokkers kon krijgen eh, daar. En je ook kan eh, je telefoon natuurlijk opladen. Maar je kon daar gratis lokkers krijgen. Of je kon van die eh, eh, zakjes hier krijgen, van die rugzakjes krijgen. Hè. Andere voorbeelden, wat minder win-win-win vind ik dan. Eh, waar je hier dus eh, je foto hier deel met. Ja, dat vind ik een beetje oldschool. Eh, om dat te doen. Of je hier, oh, nee, nee, je foto hier, sorry. Hier zou dus je foto opkomen. Leuk. leuk Het ja, kan wel leuk worden, misschien, om dat te doen. Maar kom. We zijn op het eind van het concept. Het was een heel lang verhaal dat we hebben, dat we hebben verteld. Ik hoop dat het duidelijk is wat ik bedoel met die conceptreflexer. Dat dat eigenlijk eenvoudig is. Dat je constant moet zoeken, je constant de vraag stellen van kan ik dit nog wat beter maken? Kan ik dit voor de eventbelever... Nog wat interessanter maken, kan ik ervoor zorgen dat er nog wat meer extra waarde is vanuit mijn standaardwaarde, of misschien is er helemaal nog niks en ga je zelf iets gaan uitvinden op jouw event. Dat kan natuurlijk ook. Dat is concept. Laten we nog eens heel kort concept overlopen. We hebben dus de DNA-structuur die we kennen, een DNA-structuur waar we dus waarde moeten aan toevoegen. Om dat te doen hebben we dus de hou hebben we dus de methode, hebben we dus het proces, namelijk de conceptreflexer die we toepassen op onze DNA-elementen en al onze sub-DNA-elementen. Dat betekent dat we moeten als eerste werk ervoor zorgen dat we. Een DNA-structuurlijst maken met alle services die we aanbieden, met alle show-elementen die we aanbieden, met ook de doelgroep. Wat willen we daar, wie willen we gaan bereiken, hoe gaan we die bereiken, tijd, plaats enzovoort. Gratis betalen, sponsors, partners. Daarop, op onze DNA-structuurlijst, gaan we dus de concept -reflexer gaan toevoegen. En dan. Een um, conceptreflexer gaan toepassen. Sorry. Conceptreflexer gaan toepassen. Ik word duidelijk ook een beetje moe uh, van, die, uh, van het opnemen. Uh, hoe blij dat concept er hier op zit. <laughs> um, en wat is in feite onze why. Waarom doen we het? Wel, omdat we zo proberen van twee ideale, twee waardevolle events te creëren. Dat, dat willen we dus doen, creëren en toevoegen van waarde aan de real-time en conversatie-event. Op zoek naar de twee ideale events. En eenmaal we dat hebben gedaan, wel, dan kunnen we daarmee naar de volgende stap gaan. Namelijk naar event-marketing, dus de productie van het conversatie-event en de productie van het real-time-event. Binnen het kader hier van onze... Cursus, event, marketing: gaan we het alleen maar hebben over productie van het conversatie-event. Dus we hebben nu strategie gezien, nu hebben we concept gezien en nu gaan we productie van het conversatie-event aanpakken.